Oké, goed. Dus mijn naam is Jeroen Vreeken. Ik heb ook veel belangenvermenging, zoals de vorige spreker. Want ik organiseer Boomtown en ik heb ook een café in Gent, tot eind deze maand althans, Café Video, maar dat stopt binnenkort. Wij zijn van daaruit ooit Boomtown begonnen en binnen Boomtown zijn wij in 2013, enfin iets ervoor al, maar vooral in 2013, gestart met een duurzaamheidsbeleid dat we toen Boomtown Goes Green hebben gelabeld. En we hebben ook een eigen duurzame bar gebouwd, de Boombar. En uit dat duurzame barverhaal is ondertussen een soort spin-off van Boomtown ontstaan. Een nieuwe sociale onderneming die de Leiding CVBA noemt. Een coöperatieve onderneming waar ik straks nog wel een beetje op terugkom. Ik ga niet veel uitweiden. Ik denk dat jullie Boomtown misschien kennen. Als je het niet kent, is het niet erg, maar dan moet je zeker komen. Hè, vind ik toch bij de Gentse feesten. Ja, daar is ook van alles over te vertellen, muzikaal en cultureel en zo, maar daar gaat het vandaag niet over. Heel kort, ons duurzaamheidsbeleid. Wij zijn vooral in het oog gesprongen met het meest zichtbare stuk van de herbruikbare bekers, wat dat in 2013 redelijk nieuw was om dat op dat niveau, allee, op zo'n niveau van een evenement te gaan toepassen. Maar ons duurzaamheidsbeleid, allee, ik heb hier een ding mee. Ons duurzaamheidsbeleid gaat niet alleen over bekers, maar gaat ook over voeding en over energie en over al die dingen. En we hebben in der tijd een vijfjarenplan gemaakt, dat dus nu ondertussen geactualiseerd is, waar dat we gezegd hebben, we gaan per jaar een aantal dingen doen. We hebben daar een aanpak voor gekozen om niet de wereld te proberen te veranderen in één keer, maar dat in een beetje op te splitsen. Want ik denk dat wij ondertussen heel goed weten hoe dat wij het duurzaamste evenement van de wereld kunnen organiseren. Ik denk dat ik dat morgen ook kan, maar dan zijn we ook failliet. Dus van daaruit hebben we dat, omdat we dat niet willen failliet zijn, hebben we dat opgesplitst en veel uit geleerd. Uiteraard, ja, dus de bedoeling is dat we op al die factoren, afval, energie, duurzame aankopen, stap voor stap verbeteren en dingen toevoegen. De realiteit ziet er echter zo uit. Hè. Dat is natuurlijk theorie om te zeggen van we gaan dat zo doen. Allee, maar het is wel belangrijk dat je een plan maakt als kompas, laat ons zeggen, en dan op een pragmatische manier daarmee omgaat wat dat echt nodig is, want het is niet altijd zo simpel. Ik ga het vooral hebben over afval en dranken en zo, maar ik wil even dat direct relativeren en dan ook weer niet, maar dat komt later. Dit is een heel algemene verdeling van de ecologische voetafdruk van een evenement. Dat is natuurlijk voor ieder evenement anders, maar bij bijna alle evenementen zal de mobiliteit het overgrote deel zijn. Dus dat is eigenlijk, het hangt heel hard af van welk soort evenement dat is. Als dat een wijkfeest is in de straat met enkele mensen van de wijk, zal dat niet zo zijn. Maar laat ons zeggen, een congres, en als het een internationaal congres is, zal het helemaal foute boel zijn met de mobiliteit. Een congres, een conferentie, een festival, een muziekfestival, een kinderfeest. Een andere culturele activiteit, bijna altijd zal mobiliteit van uw bezoekers, van uw artiesten, eventueel van uw goederen enzovoort, het overgrote deel zijn. Dus ik wil direct relativeren. Ik ga nu een uur praten over iets dat afval is en dat eigenlijk maar een klein stukje daarvan is. Maar toch is het belangrijk en daar komen we nog wel op terug. Nog een paar beelden. Ja, dit is de bar die we gebouwd hebben. Onze duurzame bar, waar we dus alles, die gaat over mobiliteit, over duurzame energiegebruik, over duurzaam materialen gebruiken, daar zit warmterecuperatie enzovoort in. Die bar heeft al op verschillende festivals gestaan. Dit is een samenvatting van wat we daarmee hebben proberen doen. Hè. Dus de verschillende aspecten waar dat we op willen werken. Daar ga ik niet dieper op ingaan, want daar kan ik ook heel lang over vertellen. Dat is een heel lang traject geweest. Een experimenteel onderzoeksproject waar dat we heel veel uit geleerd hebben. En de meeste dingen die ik nu ga vertellen, hebben we eigenlijk in het kader van dat traject geleerd. Goed, even kijken. Hoe zien onze festivals er nu uit? Ik ga even focussen op muziekfestivals, omdat ik dat beste ken, maar de meeste dingen gaan op voor andere evenementen. Als we gaan kijken naar de promotie van festivals, dan zien we dat festivals er zo uitzien. Dat is een festival in Nederland, als ik naar het biermerk kijk. Festivals zien er ook heel hip uit en heel mooi, met mooie ingeklede, geweldig mooie ingeklede, gezellige dingen. Dit is bijvoorbeeld Werchter, het plan van Werchter ik denk 3 jaar geleden of zo. Je ziet dat met mooie groene dingen enzovoort. Maar eigenlijk ziet een festival er natuurlijk zo uit, hè? Dat weten we allemaal. Hè? En dat is niet proper, hè? En dat is echt wel de realiteit.
We kennen de verhalen van de campings en ja, dat is niet alleen in België en in Nederland zo. In Glastonbury festivals waar 6 weken opkuiswerk aan is en zo van die dingen. Eigenlijk redelijk surrealistisch als je daarbij stilstaat. En we vragen ons dan natuurlijk altijd af van ja, hoe komt dat? Hè? Van, en er wordt dan heel veel over, elk jaar opnieuw is dat een beetje in het nieuws, van hoe kan dat toch? En die jonge gasten laten alles achter en hoe is dat allemaal? Maar, en dan zeggen we, het is een mentaliteitsprobleem. En dat zal wel zijn dat het een mentaliteitsprobleem is, maar de vraag is, wie verkoopt die rommel eigenlijk allemaal? Hè? En dat is eigenlijk wel dezelfde organisator die aan al zijn, bezoekers drank in petflesjes verkoopt en in wegwerpbekers en heel die dingen, die daar op geen enkele manier waarde aan geeft, want die eigenlijk zegt, smijt het maar weg. Diezelfde organisator gaat zeggen, ja, er is een mentaliteitsprobleem. Hè? En diezelfde organisator gaat dan dikwijls zeggen van ja, eigenlijk willen wij eco zijn, dus we gaan alles in de vuilbak smijten. Hè? Want dan is er toch geen probleem. Moest iedereen alles in de vuilbak smijten, dan is het toch goed. Hè? In heel veel evenementen wordt er gezegd, we hebben een eco-team. En dan vraag je, wat doet dat eco-team? Dat eco-team raapt de rommel van de andere mensen op en smijt dat in de vuilbak. Hè? Dat is dus het eco-team. En dan krijgen we natuurlijk deze beelden. En dan krijgen we ook heel mooie... Dan zeggen mensen, ja, we gaan een ecologisch project doen en we gaan mooie vuilbakken maken en dat is toch allemaal gezellig. En we gaan natuurlijk ook heel mooi sorteren, want dat is superbelangrijk. En we gaan daar zelfs kunstwerken mee maken. Dat is een festival in Spanje waar ze daar een kunstwerk mee gemaakt hebben. Ze gaan dat zelf waarschijnlijk upcycling noemen of zo, weet ik wat. Maar natuurlijk is dat eigenlijk allemaal niet goed genoeg. Integendeel, dat heeft er eigenlijk, vind ik persoonlijk, niet zoveel mee te maken. Hè. Zeggen, als het in de vuilbak belandt, is het goed. De vraag is, we weten allemaal... Ik ben geen chemicus en ook geen arts en ook geen ingenieur. Ik heb sociologie gestudeerd, maar we weten allemaal waar dat die dingen belanden en hoe lang dat duurt dat die in ons milieu terechtkomen, met alle gevolgen van dien. Daar is het daarnet ook over gegaan. En we weten eigenlijk ook dat de realiteit is dat we maken onszelf wijs dat we goed sorteren enzovoort, maar in de praktijk belandt er heel weinig in de recyclagecyclus. We weten ook... Ik ken daar niet zoveel van, maar er zijn 100 soorten plastic ondertussen. En het een kan wel en het ander niet enzovoort. Maar daar is de hele industrie rond ontstaan. Dat is big business. Hè. Ook de afvalbusiness is big business. Maar als we eigenlijk eens gaan kijken van dat recyclage-idee, wat is dat eigenlijk? Hè? In België, daar is heel veel discussie over tussen FOSTPLUS en de overheid en andere mensen. Maar als je gaat zeggen van als we 30% recycleren van... Dat is een cijfer dat bijvoorbeeld circuleert, dat er 30%, FOSPLUS zegt soms 90%. En die op de schouwvliegen zegt nog iets ertussen, maar dat is ergens op ook, want het is van de CD&V, dus zij moet altijd het midden kiezen. De vraag is van, als je gaat zeggen, pak dat je 30% van drankverpakkingen en zo, dat die in de recyclagecyclus terechtkomen. Hè? Dus we pakken alle rommel, 30% daarvan gaan we recycleren. Hè? En daar hebben we dan nieuw materiaal mee. Dat gaan we terug gebruiken en daarvan gaan we terug 30% recycleren enzovoort. Hè. Het is geen hogere wiskunde, maar dus na 4 keer is dat dus weg. Hè. Snap je? Wiskundig gezien is niet moeilijk. Als je telkens 30% van de 30% pakt, dat is belachelijk. Hè. Na 4 keer is dat gewoon weg. Hè. Dus de circulaire economie. Hè, dat is, en ook, ja, als je dat even anders bekeken, als we na hoeveel keer zijn we dat kwijt, ja, dus als je 40% na 5 keer zijn alles kwijt, zelfs als na 60 keer, na 9 keer zijn alles kwijt. Dus dat is eigenlijk niet echt, circulair te noemen. Hè, want na 5 cycli zijn we alles gewoon kwijt. Na 2, en dat is in plastics ongeveer 2,5 jaar, dan is dat weg. Maar dat is niet weg natuurlijk. Hè. Plastic verdampt niet of zo. Hè. Plastic blijft bestaan heel lang. Dus dat is dan weg, ofwel hebben we dat verbrand en dan ademen we dat in. Ofwel ligt dat ergens op straat en op termijn in onze zee. Hè. En wat gebeurt er eigenlijk met die materialen die gerecycleerd worden? Hè? Heel het recyclageverhaal. Mispakt u niet, petflesjes of verpakkingen van drank en zo die gerecycleerd worden, daar maken ze geen nieuwe flessen van. Hè? Dat mag ook. Enfin, er zijn procedures waarin dat mag. Maar meestal mag dat niet. Dat is terecht wegens voedselveiligheid aan allerhande procedures gebonden. Maar in de praktijk wordt er van voedselverpakkingen die gerecycleerd worden. Van de meeste wordt dus niks mee gedaan, dat is gewoon weg. En van degene waar iets mee gedaan wordt,
Ja, daar maken we dan een vlies van, die we in de vaatwas gaan steken, waardoor dat we ook weer alles in de riolen dumpen van plastic deeltjes. Of daar maken we folies van om bananen in te pakken die eigenlijk al een verpakking hebben. Of daar maken we andere dingen van die eigenlijk niet nodig zijn. En op termijn belandt dat toch in het milieu. Dus dat is eigenlijk geen recyclage waar we over spreken, maar gewoon een... Dat is ook geen upcycling, dat is een downcycling. Dat is een downgrade van het materiaal dat we gebruiken. Ik wil niet het complete recyclage-idee of het complete circulaire economie-idee complete grond inboren. Dat is een valabel idee. Maar ik wil wel uiteraard een lans breken om te zeggen van, ja, dat we niet moeten voorkomen, dat we niet moeten recycleren, maar dat we afval moeten proberen voorkomen. Hè. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Als je hier bent, veronderstel ik dat je wel mee bent met het idee. Hè, er zijn een paar modellen over gemaakt, hè, van probeer eerst te reduceren, te hergebruiken, dan pas te recyclen en van die dingen. Er is nog een andere waar dat ze zeggen van rethink eerst, hè, en refuse. En ik denk dat extreem belangrijk bij evenementen, dat je de bedenking maakt van voordat je gaat bedenken van we hebben een technologische oplossing voor ons probleem, hoe gaan we dat recycleren, hoe gaan we dat inzamelen, moet er altijd iemand zijn die zegt van, ja maar wacht, hebben we dat wel nodig? Hè, voordat we gaan nadenken hoe gaan we dat afval oplossen, is dat afval wel nodig? En in heel veel gevallen kan dat uiteraard vermeden worden. Dat is geen rocket science, dat is niet zo moeilijk. En dan komen we concreet even dus inderdaad bij wat wij op Boomtown in 2013 zijn gestart. Te zeggen van het idee dat je een beker één keer gebruikt en weggooit, dat is toch echt niet meer van deze tijd. We gaan herbruikbare bekers gebruiken. Ik zal er even concreet op ingaan. In 2013 was dat... dat bestond wel al degelijk, maar op grotere festivals werd er lang gezegd van dat gaat eigenlijk niet en dat kan niet enzovoort. Ja, dit zijn zo wat de meest gehoorde klachten of misverstanden of vooroordelen. Mensen willen daar niet uit drinken en dat is niet ecologisch, want de afwas vervuilt veel meer dan het afval. En je gaat al je bekers kwijt zijn en je gaat minder drank verkopen en dat is niet te betalen enzovoort. En zeker dat is niet haalbaar op grote evenementen. Ik loop al meer dan 5 jaar te preken overal van doet dat. En dan komen er mensen luisteren naar mij, of ik ga dat uitleggen op gemeentes of op grotere festivals of zo. En dan zeggen ze, ja, maar dat is heel tof dat jullie dat doen. Bijvoorbeeld iemand van een groot festival zegt, dat is heel tof dat jullie dat doen, maar ja, bij ons gaat dat niet. Ja. En dan vraag ik, hoe komt het? Want wij zijn, Boomtown heeft per dag 8000 bezoekers, wij hebben er 30.000 per dag. Dus dat gaat niet. En dan vraag ik, dan is de vraag, waarom? Want dan hebben wij veel meer bekers nodig. Ja, oké, dat is waar. Ja. Dan hebben wij meer afwas. Ja, dat is waar, meer afwas nodig. Dus dat is natuurlijk, dat zijn eigenlijk drogredenen natuurlijk. Ik zeg niet dat het simpel is, want we hebben ook, dat is ook niet in één keer direct goed gegaan. En je moet er heel goed over nadenken als je ermee start, omdat al logistiek, dat is gewoon iets anders. Hè. We zijn dat niet gewoon, dat is iets nieuw. Maar au fond is dat absoluut niet onhaalbaar. Hè. Voor al die dingen bestaan oplossingen. Ik denk dat ondertussen, we zijn een aantal jaren verder, dat je met een waarborg werkt enzovoort, al die dingen hebben bewezen van wel te werken. Even ook iets over PLA-bekers, want dat is ook nog, tot op heden leeft heel sterk het idee, ik weet niet of dat PLA dat je dat kent, dat is een soort plastic die eigenlijk gebaseerd is op plantaardige grondstoffen zonder olie-derivaten of met minder olie-derivaten, want er zijn ook heel veel mixdingen. Het label bioplastic is ook zo een voorbeeld van, er bestaat Europese regelgeving over wat bioplastic is enzovoort. Mispak je niet, bioplastic wil niet zeggen dat dat 100% plantaardig is. Dat mag uiteraard al gebruikt worden vanaf een bepaald percentage enzovoort. Dus daar bestaan heel veel, er is heel veel in aan het bewegen. En er is sinds 10 jaar of zo een poging vanuit de drankensector vooral om te zeggen, we gaan iets ecologisch doen, we gaan bekers maken die composteerbaar zijn, liefst met een vergistingsproces, zodanig dat die bekers terug kunnen gebruikt worden en dat die effectief geen afval worden. Daar zijn die bekers bestaan. Daar is veel mee gewerkt. De vooruit hier in Gent heeft er vrij snel voor gekozen op het moment als een van de eerste. Daar zijn een aantal, dat is ook echt niet evident, want de ophaling van die bekers, de sortering,
Het is zo, om voor die verwerking te kunnen doen, dat vergistingsproces, moet die fractie 100% zuiver zijn. Dus als daar één PVC of iets anders van plastic bij zit, is heel die batch voor de vuilbak. Dat is blijkbaar heel fragiel, dus dat echt in het chemisch proces verstoort dat hele ding. Dus dat is ook niet evident. En in de praktijk wil dat dus zeggen dat dat heel dikwijls niet lukt, want er gaat wel altijd iets anders bij gegooid worden. Bovendien zijn er heel weinig installaties en er zijn er al een paar failliet gegaan. Er zijn een paar bedrijven die daar ook zijn opgesprongen van we gaan zo'n vergistingsinstallatie opzetten. Maar die zijn failliet gegaan en er zijn ook heel veel verhalen van mensen die hun best doen, Hyperfest en Hyper en zo, van, om dat proper op te halen en dan van ganzenwinkel die dat gewoon bij de rest kapt. En dus ook veel mensen die ontmoedigd zijn geraakt, dat is een moeilijk verhaal. Bon, het hergebruik is duidelijk de beste keuze hier. Misschien ook nog bijvoorbeeld interessant om te zeggen, dus er zijn heel leuke ontwikkelingen bezig op het gebied van plantaardige plastics. Er is zelf een procedé om dat te kunnen vergisten en te recycleren, dat opnieuw bruikbaar is voor voedingsdoeleinden, wat dat op zich in een circulaire idee heel juist is. Maar dat procedé is door het opgekocht door Total. Hè. Dus wordt op dit moment niet gebruikt. Dat ligt in de kluis te wachten tot Total daar goesting in heeft om daar iets mee te doen. Wat dat heel goed nieuws is, dat PLA-bekers, dus gemaakt uit plantaardig plastic, tot nu toe, als je die in de vaatwas stak of met warm water, dan smolten die. En er zijn ontwikkelingen bezig, ook in België zelf, een aantal bedrijven die eigenlijk ongeveer klaar zijn met PLA-bekers die herbruikbaar zijn. En dat is natuurlijk waar we dan echt naartoe moeten, denk ik, naar de combinatie van herbruikbaar, maar wel op plantaardige stoffen gebaseerd, zodanig dat als die beker versleten is en uiteindelijk toch ooit afval wordt, hè, dat dan op een deftige manier kan verwerkt worden en dat er geen olie nodig is geweest, geen fossiele stoffen zijn nodig geweest om die te maken. Maar daar zijn we bijna blijkbaar. Even ook zeggen, glas, het is overduidelijk, glas is de allerbeste oplossing. Hè. Als je kunt uit een glas drinken of uit porselein, dat is de allerbeste oplossing. In die zin dat iets is dat ongelooflijk lang meegaat. Als je glas geeft op een fuif en je smijt en ze zijn maar één keer gebruikt en kapot, dan is dat geen goede oplossing, los van het veiligheidsding. Maar als je in situaties waar je die veel kan gebruiken, is dat de allerbeste oplossing. Ook de recyclage van glas staat heel goed op punt enzovoort. Dus dat is de allerbeste oplossing. Er zijn nog altijd veel mensen die zeggen, ja, maar ja, is dat wel beter en zo? En is dat zo? Ik weet niet wat. Er is afgelopen jaar, heeft OVAM nog eens, gefinancierd voor een stuk door FOSTPLUS, onder zachte dwang. Is er nog een studie gebeurd van van stand van zaken, van hoe zit dat nu met eet- en drinkgerij op evenementen. Hè? En dat is dus, er is geen nieuwe technische studie gebeurd, maar het is een metastudie geweest. Een metastudie, dus een overzichtsstudie van bestaande studies, van LCA, van lifecycle analyse studies, van de meest recente LCA-studies, om te kijken, stand van zaken, hoe zit dat nu als we alles gaan vergelijken. Daar zijn tabellen over gemaakt van, met alle soorten plastics, hè, heel hard in detail. Ik heb in de adviesgroep van die studie gezeten, maar er hebben veel meer technisch onderlegde mensen dat de studie gemaakt en bekeken. En dus alles is gekwantificeerd en dat is gereviewd door Vito enzovoort, dus dat is wetenschappelijk echt wel in orde. En daaruit blijkt wederom dat hergebruik eigenlijk altijd beter is. Het allerbeste staat hier, hè, dus we hebben het heel ruim bekeken, het allerbeste is eigenlijk iets uit de kringloopwinkel gaan kopen van glas of porselein en dat zo lang mogelijk gebruiken. Dat is eigenlijk het allerbeste. Hè. Omdat dat iets is dat al gemaakt is hè, en dat zogezegd dan weggegeven is om tweedehands, alleen in de kringloopwinkel. Maar sowieso, dus ja, het beste is glas en het tweede beste is hergebruik. Eventueel, maar dat kan dus nog net niet bioplastic met hergebruik. Maar dus ook niet bioplastic, hergebruik is beter dan wegwerp. Uiteraard. Want dan gaan er weer mensen zeggen, ja maar ja, dat hangt toch af. En dat is waar, dat hangt af van als dat hergebruik twee keer is en je smijt hem dan weg. Hè. Als ik die bekers moet gaan halen in Amerika en ik moet dan met een vliegtuig naar hier vliegen, uiteraard rekening houden met al die factoren. Maar op een goede manier gedaan is hergebruik sowieso altijd beter. En het is natuurlijk ook een beetje een gekke, we leven in een veiligheidsgeobsedeerde wereld ondertussen. Er zijn heel veel situaties waar glas kan. Hè.
Boomtown organiseren wij op de Kouter, dat is een plein, openbaar, op de Gentse feesten, gratis. Wij organiseren ook concerten in de Handelsbeurs en de Opera. Twee zalen waar ook tijdens het jaar concerten zijn. Toen dat wij begonnen met herbruikbare bekers, was een van onze grote dingen, hoe gaan we dat doen in de Handelsbeurs? Want dat is een andere uitbater en met die Waarborg en onze bekers. En dat is ook een ander merk, want wij worden gesponsord door Maas en die wordt gesponsord door iets anders. En hoe gaan we dat doen? En verdorie. En toen zei de uitbater van de brasserie van de Handelsbeurs, Alex, een mens met heel veel gezond verstand, die zei, anders gebruiken we gewoon glas, wij doen dat hier eigenlijk altijd. En inderdaad, dat is een voorbeeld, zelf in die festivalcontext, in de Handelsbeurs, dat is geen 5 tot 4 uur 's morgens, dat is een concert waar mensen komen kijken. In het jaar drinken mensen daar ook uit een glas, waarom zouden ze dat Boomtown niet kunnen? Dus we moeten ook oppassen dat we onszelf niet zo'n beetje in de luren laten liggen door de veiligheidsobsessie van glas kan niet ofzo. We doen dat thuis allemaal, we smijten dat thuis ook niet op de grond. Zelfs als we op bezoek gaan bij andere mensen, als we niet, smijten dat ook niet op de grond. Als we op café gaan, smijten we dat ook niet op de grond. Dus ergens moeten we misschien toch geloven dat mensen in andere omstandigheden dat ook niet gaan doen. Het is waar, we hebben de mensen verkeerd opgevoed door in de hele tijd dingen te geven die er niet toe deden en die ze op de grond mochten en konden smijten. Maar ik geloof dat we wel terug kunnen naar een situatie waar dat anders is. Er is ook, samen met die studie, heeft een online tool voor de mensen die geïnteresseerd zijn, je vindt dat makkelijk op geenevent.be van OVAM, hè, van de openbare afvalmaatschappij, waar je kunt zeggen, ik heb een evenement met zoveel mensen, dat soort drankpatronen enzovoort, waar je de tips krijgt van welk drank en eetgerij je het best gebruikt. Ik heb daar juist al gezegd, er zijn natuurlijk dingen als je bekers maar 1 keer per jaar gaat gebruiken en de rest van het jaar gaat opslaan. Als je op je bekers gaat printen, Gentse Feesten 2018, dan denk je dat je goed bezig bent. Maar dat is natuurlijk heel dom, want dan gaat er volgend jaar iemand zeggen, we hebben nieuwe bekers nodig. Dus eigenlijk is het idee van branding en personalisering, vloekt dat heel hard met duurzaamheid. Daar komen we straks nog even op terug. Bekers nodeloos vertransporteren, je afwas niet efficiënt organiseren enzovoort. Het zijn allemaal dingen waar je rekening moet mee houden. En uiteraard, ik ga er nu niet in detail op ingaan, maar... Allee, als je dat goed aanpakt met een goed afwassysteem, met een goed waarborgsysteem, met een goede communicatie van je medewerkers, zeker als het iets nieuws is, ook op je prijslijsten en al die dingen, dan lukt dat echt wel. Hè. We hebben daar veel ervaring in ondertussen, dat loopt heel vlot. En natuurlijk is de vraag van, ik heb het daar juist al gezegd, afval is zo'n stukje van het totale voetafdruk op een festival. Wij hebben eigenlijk altijd wel geredeneerd in ons duurzaamheidsbeleid van ja, wij weten dat wij maar een onnozel klein festival in een klein boerengat, in een klein landje zijn. Hè. Maar wij hebben wel de ambitie om te zeggen, we gaan dat een beetje gebruiken als laboratoriumfunctie en als voorbeeldfunctie om op een bredere schaal die dingen te gaan doen. En zoals jullie wellicht weten, hè, vanaf dit jaar heeft de stad Gent eindelijk, dat is een politieke discussie, en de discussie draagvlak, regulering, verplichting, incentives, aanmoediging, verbieden, beboeten en al die dingen. Maar dus dit jaar is er een reglement dat wegwerpbekers verboden worden op het openbaar domein binnen de Gentse feesten. En dan beginnen we natuurlijk al over iets anders te spreken. Boomtown is maar een klein stukje daarvan. De Gentse feesten is afhankelijk van de cijfers, of de cijfers van de stad of van de Rijkswacht komen 1,2 à 1,8 miljoen bezoekers. Dus het is wel een heel, heel historisch belangrijke stap dat een stad zegt, wij zien dat gewoon omheen zitten, dat hier wegwerpbekers zijn. Hè. En allez, ik durf zeggen dat wij daar wel voor iets tussen zitten, omdat wij voor een stuk de eerste zijn geweest om dat te doen en hebben aangetoond dat het kan. Ik ben al lang gaan zagen aan de stad dat ze dat moesten doen, maar ze vonden dat te brusk, wat dat waarschijnlijk juist is. Daarom is het waarschijnlijk goed dat de stad is en ik ben. Maar ik ben heel blij dat het er nu komt, dat is echt goed nieuws. En het is heel duidelijk, want we zijn er al lang mee bezig, Mechelen, mijn maan er ook, Mechelen staat op punt om wat te doen, Antwerpen is ook heel hard daarmee bezig, Leuven ook trouwens vanuit de universiteit een stukje, vanuit het duurzaamheidsbureau van de universiteit. Het is overal aan het gebeuren, hier aan de universiteit, jullie duurzaamheidsbureau is daar ook volop mee bezig, heeft nu onlangs al een activiteit zo gedaan. Dus eigenlijk denk ik, het is vertrokken en dat gaan we maar tegenhouden. Dat ze maar tegenhouden, dat gaat gebeuren. Onderschat het niet, er wordt nog veel aan de rem getrokken en zo, dus er gaan nog heel veel mensen proberen om dat te vertragen, zoals bij elke verandering. Maar dat zal niet... volgens mij is dat niet meer te stoppen.
En dat is wel een voorbeeld van, oké, dat is iets klein dat je doet op een klein of een relatief klein evenement, maar dat wel impact kan maken naar een bredere sector. Het is natuurlijk, het stelt nieuwe vragen, hè, want wij zijn Boomtown. Boomtown maakt deel uit van de Gentse feesten. Deze grote pleinen maken ook deel uit van de Gentse feesten. Ik heb trouwens het nieuws, dat is al semi-officieel, maar dat is rond, dat we met die pleinen die hierop staan, één bekersysteem gaan gebruiken, wat ik ook heel hard aan gesleurd heb, omdat ik dat belangrijk vond dat dat voor de ervaring van de bezoekers belangrijk was. En dat is ook historisch, dat er op de Gentse feesten samen wordt gewerkt op dat niveau. En ik denk dat ook niet veel stadsfestivals zijn die op zo'n niveau zo'n globaal systeem gaan opzetten. Dus dat is goed, maar er is natuurlijk ook nog... er zijn nog andere activiteiten in Gent. Hè. Er is de student kick-off, er is de winterfeesten, er is de voetbal. Veel belangrijker eigenlijk, hè, want we hebben altijd over een evenement. Maar de voetbal, dat is elke twee weken, is dat denk ik. Hier, dat er, ik ben geen voetbalkenner. Allee, daar dat doen, dat zou nog veel meer impact hebben, hè, omdat dat elke week is. Dus eigenlijk is natuurlijk ook een beetje de vraag, ja, hoe moeten we dat doen? Want wie moet nu die bekers kopen? Hè? Wij hebben in 2013 zelf 30.000 bekers gekocht, wat dat ongelooflijk onduurzaam is, maar wat toen de enige mogelijkheid is. Want we hebben tot nu toe bekers gebruikt, we hebben die dan na Boomtown in ons magazijn gestoken. En die staan daar een jaar, ondertussen lenen we ze wel heel veel uit aan andere mensen, maar eigenlijk worden die veel te weinig gebruikt. Nu, er was op dat moment geen andere mogelijkheid of niet echt een aanbod. Dus ja, je moet ergens beginnen, dus soms moet je een keer iets doen dat misschien op korte termijn een stapje achteruit is om dan in de lange termijn vooruit te geraken. Maar eigenlijk, als iedereen zijn eigen bekers gaat kopen, als agent zijn eigen bekers gaat kopen, als de winterfeesten hun eigen bekers gaat kopen, als de universiteit zijn eigen bekers gaat kopen, je voelt aan dat dat eigenlijk niet juist is. Hè? Maar de vraag is een beetje op welke schaal dat we dat moeten doen. Hè? Definitely niet op de schaal van een evenement, dat is wel duidelijk, tenzij dat evenement elke week is, dan wel. Maar of op niveau van een organisatie, of de sector, of de stad, of de regio, of hoe moeten we dat gaan doen? En de vraag is natuurlijk ook wie dat gaat betalen, want daar is een kost aan verbonden. Nu, mits opschaling, dat merken we nu al, is die kost heel klein, als de schaal groot genoeg is. Wij zitten nu, voor dat project van de Gentse Feesten, waar dat we dus met de vier, vijf grootste pleinen dat gaan doen, aan een kost van 6 cent per consumptie, 6 cent is eigenlijk de kost, dus 0,06 euro hè, voor de kost van die herbruikbare beker. Dat is veel en niet veel. Uiteindelijk is dat in de consumptieprijs van een pint die zal verkocht worden aan 2,50 of 2,80 zelf, is dat denk ik wel betaalbaar. Maar toch, in totaal is de vraag wie moet dat op zich nemen. En wat dat we als organisatoren gewoon zijn, is dat van vroeger, is dat de sponsor. Daar kom ik straks ook nog op terug, want dat heeft ook een serieuze andere kant van de medaille. Maar je zou kunnen zeggen, ja, de drankproducent, zoals vroeger. Vroeger gaven die ganse dozen wegwerpbekers, dat zij dat betalen. Hè? Die herbruikbare bekers. Nu is de vraag, je kunt zeggen ja, want dat gaat dan ook goed zijn, want als Maaspils en Stella en de drie, vier grote bierbrouwers hun bekers hebben, dan gaan die zijn op heel veel evenementen, dus die gaan veel ingezet worden. Dus dat is inderdaad misschien iets voor te zeggen. Maar er is ook te zeggen van ja, dan staat er dat merk op die beker en dat beperkt dus enorm de inzetbaarheid van een beker. Een beker waar dan Maas op staat, die komt niet binnen op een evenement waar dat Stella is en omgekeerd. Hè. Dus ja, dat is zo'n beetje de afweging waar dat wij, de oefening die we gemaakt hebben, ik ga er ook niet in detail op ingaan, maar je kunt zeggen van ja, als we de bekers per evenement doen of per stad, het heeft allemaal zijn voor- en zijn nadelen. Dat is de oefening die we een stuk gemaakt hebben nu voor de Gentse Feesten en op basis waarvan dat we nu beslist hebben voor de Gentse Feesten, dat we, de beslissing die we nu hebben genomen is dat we dus bekers gaan huren bij een extern bedrijf. Er zijn een aantal bedrijven uit de grond aan het schieten die dat aankunnen om te zeggen, wij gaan effectief jullie bekers leveren en ook de afwas voorzien en al die dingen. Hè. En dat is de schaal, en dat zijn dan blanco bekers waar dan niks op staat. En dus dat is wat we nu hebben gekozen voor de Gentse Feesten dit jaar. Hè. Dus de bekers zullen van EcoCup komen en we gaan dat zo doen. En dat zijn bijvoorbeeld dezelfde bekers die een paar weken ervoor gaan gebruikt worden op West Cape Seafood Festival. En die op geen Constage gebruikt worden en die ook al gebruikt zijn hier op de studentenactiviteit op Sint-Pietersplein onlangs. En, dus op zich is dat wel, voelde wel aan, dat klopt wel, dat, in de zin dat dat een heel grote schaal wordt. Maar
Bon, ik weet ook het finale antwoord niet. Moeten we daar met Gent naar kijken, met organisaties samen. De Vooruit is ook heel erg aan het nadenken om zelf een afvalsinstallatie te kopen enzovoort. Dat zijn dingen die we gaan bekijken, maar ik denk dat dat, net zoals dat we dat met glazen gewoon zijn en met ander materiaal voor evenementen, dat zal wel loslopen. Dat zal zich wel uitwijzen hoe dat we dat gaan doen. En de vraag is natuurlijk, ja, zijn we dan met een herbruikbare beker? Is dat het beste dat we kunnen doen? Is dat het duurzaamste dat we kunnen doen? Ik denk dat het nog beter kan. Allee, we zijn al aan het denken aan zo bekervisie 3.0 of zo. Van, uiteraard kunnen we ook praten over flessen, herbruikbare flessen. We hebben op Boomtown bijvoorbeeld dit jaar een systeem geëxperimenteerd. Mensen die hun eigen fles mee, mensen konden bij ons een fles kopen en konden dan de rest van het festival die gratis vullen met water. Ik ga straks over gratis en betalend van water nog veel zeggen, want dat is belangrijk. Maar, en mensen die een fles zelf al mee hadden, konden met eenmalig 5 euro te betalen heel het festival gratis water drinken. Dus dat soort formules zijn volgens mij ook iets waar we moeten over nadenken. En zijn nog duurzamer, hè? Want die één fles blijft dan bij die ene mens en moet zelf niet afgewassen worden. Dus dat is helemaal goed. En je zou zelf kunnen denken aan dat iedereen zijn eigen beker meebrengt. Dat bestaat al in sommige, bij van die city runs, die ecologisch proberen te werken, dat mensen hun eigen waterbekertje mee hebben. Er bestaat ook al die keep cup, een koffiekop die je zelf kan meenemen om in de koffiebar je koffie te gaan halen. Er is ook het idee van bierkannen. Ik vind dat een beetje. Enfin, ik ben sowieso geen grote bierliefhebber, maar zelfs dan vind ik dat nog wat. Misschien, we zijn dat niet gewoon in onze biercultuur. Maar je zou kunnen zeggen: verkoopt bier per liter op een feest, dan kunnen mensen hun beker vullen. Dat is ook weer minder afwas. Allee, dat zijn allemaal dingen die we raar aanvoelen in hoe dat wij het gewoon zijn. Maar uiteindelijk, als ik morgen bij u op bezoek kom en ik kom eten, ga jij mij ook gewoon elke hele tijd in datzelfde glas wijn bijschenken, denk ik. Ik ga mij ook niet altijd een nieuw glas geven. Dus er zijn eigenlijk wel heel veel dingen die we een beetje vergeten zijn, die eigenlijk redelijk eenvoudig kunnen zijn en die op evenementen vergeten zijn. En die we denken van het is altijd zo geweest, maar bon, dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te blijven. De vraag is, wat zit er in die bekers? Want ik heb nu gebabbeld over de bekers, maar minstens even belangrijk voor heel het verhaal van de afval is wat dat daarin zit. De drank die we geven. En wat dat daar bijvoorbeeld in zit is frisdrank. Doet er niet toe wat dat van Coca-Cola of Pepsi-Cola of een ander groot merk is. Maar als je dus zo'n vrachtwagen ziet rijden op de autoweg, dan moet je weten dat zoveel daarvan water is. Hè? Kraanwater namelijk. Ja. En ik kan u trouwens zeggen, er is heel veel kans dat dat water van Faris is hier uit Gent. Want een van de grote bottelarijen van Coca-Cola staat in Oostakker, op grondgebied Gent. En we hebben heel veel contact met Coca-Cola gehad, want dat was tot voor kort een belangrijke sponsor. We hebben ook even mee gediscussieerd om hen te proberen overtuigen, dat is niet helemaal gelukt. Maar we hebben ook, Faris was ook mede partner in ons onderzoeksproject dat we gevoerd hebben rond de Boombar. En Faris zegt inderdaad, Coca-Cola is een van onze grootste klanten. Betaalt trouwens minder voor water als jij en ik thuis, omdat ze zo'n grote klant zijn. Maar dus ja, frisdrank, dat is water met een beetje siroop. Hè. Dat is water met een beetje siroop. We kennen dat ook van vroeger nog. Of misschien van de grenadine bij uw bomma of zo. Vroeger deden we dat ook. Wat siroop. Of je kunt dat ook zelf maken. Vlierbloesemsiroop of zo'n dingen. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Dus Coca-Cola vervoert water. Hè. Wat daar redelijk jammer is, want er is een veel efficiëntere manier om water te vervoeren, namelijk de waterleiding. Hè. Het goede nieuws is, die bestaat al. Ook het water dat we drinken, het pure water, hè, San Pellegrino stoef, dat ze vanuit de Alpen naar de wereld ons water brengen. Ik heb het uitgerekend tot hier. Annika Trozieri, het is een straat verder, maar bon, het is 1000 kilometer. Hè, dat water wordt vervoerd. Dat is natuurlijk, als je daarbij stilstaat, is dat echt waanzin. En bovendien wordt dat water verpakt. Hè. Heeft er iemand een idee hoeveel niet herbruikbare drankverpakkingen, dus alle drankverpakkingen die niet herbruikbaar zijn? Dus geen statiegeldflessen, maar iemand een idee? Het is moeilijk, hè, maar dus het zijn er 5 miljard. Hè. Dus 5 miljard niet herbruikbare drankverpakkingen in België. Dit zijn cijfers die opgezocht zijn en gedocumenteerd zijn. Hè, dus we drinken meer dan 1,5 miljard liter flessenwater, evenveel frisdrank en nog wat bier. Afhankelijk van het product zit dat dan in een ander soort flessen natuurlijk. En bij bier is dan ook dikwijls blik en zo. En natuurlijk is ook de clue dat
wij doen het in België echt niet goed. Wij drinken in België 126 liter flessenwater, verpakt water, dus verpakt en getransporteerd water per persoon. In Nederland 24. He? Dus dat is echt... Allee, ik weet dat het is een heel simplistisch thema dat ik hier aanraak, namelijk drink meer kraanwater, maar het is echt nog nodig dat we dat in België doen. He? Want dus dat is, er is heel veel marge voor verbetering. In Zweden doen ze het nog beter, in Italië doen ze het nog iets slechter dan bij ons. He? België en Italië zijn historisch gezien twee landen waar we het verhaal van we moeten bronwater drinken vanuit onze bronnen, we hebben hier ook wat bronnen, spa en zo, waar dat verhaal heel goed heeft gewerkt en nog steeds heel hard doorwerkt. Dus die, we hebben dus 2,5 miljard liter verpakt water, dus dat is het water en de frisdrank in 3 à 4 miljard verpakkingen en dat moet natuurlijk ook vervoerd worden. Hè? Het water dat verpakt en vervoerd moet worden, dat is ook zoiets absurd. Want hoe gaat dat? Je hebt de producent van dat water. Daar gaan we straks nog iets over zeggen, wat dat wil zeggen, producent. Maar dus de producent van dat water, die dat water uit een bron in een fles doet, die dat naar een centraal magazijn, groothandel, distributie doet, dan gaat dat naar een verkooppunt en een winkel. En dan gaat dat... Koopt jij dat of koopt een organisatie of een bedrijf dat en gaat dat naar, wordt dat geconsumeerd? Het absurde is dat het soms zelfs zo eruit ziet. Hè? Dus dat eigenlijk het water of de frisdrank wordt vervoerd naar ergens en dan in het centrale depot van de koolruit gaat en dan naar de koolruit gaat, die eigenlijk naast die bron is waar dat water uitkomt en daar wordt gekocht. Hè? Dus dat is gewoon waanzin eigenlijk als je daarbij stilstaat hoe dat er rond wordt gereden met water terwijl het niet nodig is. En dus enkel die eerste stap, we hebben daar een raming van gemaakt, een raming die we zelf hebben gemaakt, maar toch gedocumenteerd op de juiste cijfers. Enkel de eerste stap is in dat distributietraject dus van producent naar centraal magazijn, is een 100.000 volle opleggers. Dus dat is van hier tot, dat is file van hier tot in Rusland. We schatten ongeveer 10 miljoen kilometer. Dus dat is natuurlijk, ja, heel absurd dat wij zoveel... Allee, als we ons afvragen hoe de files komen, die komen niet alleen daardoor, maar dit soort dingen helpt daar natuurlijk echt niet aan. En de vuile lucht en al die dingen. Dus het gaat niet alleen over bekers en het gaat niet alleen over water en wat er in die bekers zit, maar het gaat ook over de gevolgen daarvan naar verpakkingen en vooral ook naar mobiliteit. Hè. Dus hier komen we tot het punt dat ik kan zeggen, oké, we zijn met afval bezig en met bekers en heel dat verhaal, dat gaat maar over afval. En afval is van uw evenement maar een klein percentage, maar het raakt wel... Als je gaat nadenken wat er in die beker zit, raakt het ook heel hard aan mobiliteit natuurlijk. En dan, ja, daar moet het, ja, dat water moet bovendien ook nog eens in frigo's gezet worden. En liefst 20 merken naast elkaar en in frigo's gezet worden. Dat pakt ruimte in, dat pakt energie in enzovoort. Hè. Terwijl als je natuurlijk eenvoudig een watertap gebruikt, kan je al die dingen, heb je al die dingen niet nodig. Je kan ook spuitwater hebben, hè. Dus water carboniseren is niet zo simpel, maar is ook absoluut geen rocket science. Om dat op een deftige manier te doen. Je hebt dat transport niet, je hebt die verpakking niet. En je hebt uiteraard een kwalitatief product. En het goede nieuws, dat heb ik ook nog niet zo heel lang geleden beseft, door te praten met de mensen die met de watervoorziening in België bezig zijn. Het supercoole aan kraanwater is dat het transport van water, dat is niet overal zo, maar in België, voor 90% gebeurt dat door de zwaartekracht. Hè. Dat echt heel tof is. Dus dat wordt zelfs niet gepompt, want dat komt door hoe dat de watervoorziening in België in elkaar zit. Een heel groot stuk komt uit Wallonië. Hè. Dus als er over transfers gepraat wordt, kunnen we daar ook nog eens over praten. Maar dat loopt dus eigenlijk naar beneden tot in ons huis. Hè. Voor het grootste stuk. Af en toe moet er wat gepompt worden naar watertorens. Dat is heel complex. Maar eigenlijk is dat een super tof verhaal. Dat verbruikt niks van diesel of naft of zelfs geen elektriciteit, want dat loopt gewoon naar hier. Dus hoe duurzaam wil je het hebben? De kwaliteit van drinkwater, ja, ik weet dat er ook nog... Allee, ik weet niet of jullie daar nog... Of dat jullie dan nog een discussie vinden, maar eigenlijk... Allee, nog niet zo heel lang geleden in het televisieprogramma heeft Marjolein van Oppen, die hier aan de universiteit werkt, dat nog eens hard gemaakt en duidelijk gemaakt van de kwaliteit van ons leidingwater is helemaal oké. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dat. Dus op zich is er daar geen discussie meer, denk ik. Uiteraard moet die kwaliteit bewaakt worden. Uiteraard moeten we nadenken over in welke leidingen doen we dat. Als we dat in de foute plastic leidingen doen, of in oude lode leidingen, hebben we ook een probleem en zo. Dus daar zitten wel een aantal aandachtspunten. Maar de kwaliteit van ons water is oké.
En als we gaan kijken van waar komt dat water, ik heb nu een voorbeeld, alleen om te zeggen hoe absurd dat het is, een voorbeeld uit Nederland. Ik weet niet, als je soms in Nederland op café gaat, dan krijg je dikwijls standaard, bij ons is dat dikwijls Chauffontein, daar is dat Sourcy of zo. Sourcy is een Nederlands watermerk en je hebt ook Bar-le-Duc. Bar-le-Duc is een Frans stadje, of een Frans dorpje, heel pittoresk, maar Bar-le-Duc is gewoon een Hollands watermerk van een Hollandse bron. Van een bron in Nederland bij Utrecht. Die twee merken, dat komt alle twee, de Utrechtse Heuvelrug is een natuurdomein waar heel veel, waar serieus wat grondwater zit van goede kwaliteit, dat komt daaruit. Dus dat zijn twee merken, maar dat is hetzelfde water. Hè. En bovendien heb je in Utrecht ook kraanwater en dat komt daar ook uit. Echt waar. Het is alleen 1000 keer goedkoper. Hè. Dus zo absurd is het. Dus de prijs die je betaalt voor flessenwater, ja, gaat over de marketing, gaat over de verpakking enzovoort. En we kunnen ons natuurlijk ook de vraag stellen, van wie is dat eigenlijk? Daar ga ik ook niet op ingaan, en dat is een heel moeilijke discussie, juridisch gezien ook. Hè, want dat is een beetje dezelfde vraag als van wie is de lucht. Hè? Als ik een stuk grond koop, de lucht daarboven is niet van mij, maar de ruimte daarboven is wel een stuk van mij. Maar hè, wie is eigenaar van... Enfin, dat is een heel fundamentele discussie, van wie is er eigenaar van onze lucht, wie is er eigenaar van, ja, van onze basisgrondstoffen, en water is daar één van. Hè? De Spa-bron in de gemeente Spa is eigendom van een bedrijf dat in de Bel20 beurs genoteerd is. Hè. Die bron is eigenlijk is eigendom van de gemeente, maar dat bedrijf heeft een concessie, een vrij levenslange concessie met de gemeente en betaalt daar heel veel geld voor aan de gemeente. Enfin, eigenlijk niet zoveel, de gemeente is daar blij mee, want dat is veel geld. Maar als je de winstmarges van Spadel bekijkt, is dat natuurlijk weer niet zoveel. Dat is natuurlijk ook een discussie waard, hè, van wie is dat water eigenlijk? Maar goed, dat is een discussie... Dat is een politieke discussie die heel interessant is en een politiek-juridische discussie. Maar goed, terug naar de watertap. Met de watertap kan je dus op evenementen perfect water schenken. En als je daar bovendien siroop bij doet, kan je ook je frisdrankprobleem oplossen. Hè. We kennen dat allemaal. Trouwens, het is Coca-Cola die dat heeft eigenlijk uitgevonden. Een postmixinstallatie waarbij dat je siroop, water en CO2 mengt tot... Allee, water met bubbels maakt en dan mengt met die siroop en zo limonade krijgt. Dat zie je nog, Coca-Cola doet dat nog, ik denk in Quick of McDonald's, een van de twee, allee, als je cola van een tap hebt. Enfin, dat is niet altijd postmix, dat kan ook voorgemixte vaatjes zijn. Maar alleszins, je kan met water en siroop, je kent dat, een postmixinstallatie, dat ziet er dan zo uit. Hè. Kan je gewoon frisdrank maken. Dat is... ook met kraanwater, hè, mispak je nu. Dus als je in de IKEA, die hebben hun eigen cola, als je daar een cola drinkt, ook zo van de tap, dat is gewoon met kraanwater. Hè. Enfin, wat dat helemaal oké is. En het goede is natuurlijk, als we dat idee gaan doortrekken, en dat hebben we ondertussen al veel mee geëxperimenteerd, kan je natuurlijk zeggen van, ja, we kunnen gewoon, dat opent ook heel veel mogelijkheden om siroop van lokale producenten te gaan bekijken. En eigenlijk te gaan zeggen, we hebben eigenlijk die commerciële frisdrank niet nodig. Als we frisdrank willen maken, dan gaan we dat wel doen. Dan gaan we mensen zoeken die siroop maken en gaan we dat gewoon mengen met water. Op de simpelste manier, dat machine dat ik eruit stond, ja, dan komt dat daar gewoon uit. Dat is heel makkelijk als je grote capaciteit nodig hebt. Maar de low-tech manier is gewoon dit. Je pakt een portie siroop, je tapt daar water bij en het is klaar. Hè. Dat stelt niks voor en dat werkt perfect en de kwaliteit daarvan is helemaal oké. We hebben dat op Boomtown ook al veel getest en ook verkocht. En je kunt je dan toch afvragen, van, ja, gaat dat wel marcheren? Want iedereen wil toch Coca-Cola drinken, want dat is toch een belangrijk merk enzovoort. We hebben op Boomtown, zijn wij tot vorig jaar verplicht geweest om Coca-Cola te geven. En alleen Coca-Cola, omdat wij een exclusieve deal hadden. Daar vertel ik straks nog wel wat dingen over. Maar voor de voorbije 2 jaar hebben wij stiekem... Enfin, er een beetje ons voeten aan geveegd en in 1 bar toch andere limonades gegeven. En die hebben we verkocht voor 20 cent duurder. Cola was 2,60, die andere limonade was 2,80 euro. En uit ons kassaregister blijkt dat we dus meer gemberlimonaden en vlierbloesemlimonade verkopen dan Coca-Cola. Hè. Aan 20 cent duurder. Dat is natuurlijk maar aan één bar. Je kan trouwens ook zien dat we ook Boomtown spuitwater verkopen. Dat is dus leidingwater hè, dat we verkopen. Dat we dus niet gratis weggeven, maar verkopen. Maar dus op zich is de kwestie natuurlijk dat ik niet geloof dat er iemand naar Boomtown komt om Coca-Cola te drinken. Ik geloof ook niet dat er iemand naar Werchter komt om Coca-Cola te drinken.
ik geloof dat iemand naar Werchter of naar Tomorrowland of naar de Scoutsvijf of naar de Tukkeling toe komt om naar een optreden te kijken, om vrienden te zien, om zich te amuseren. En ik geloof dat mensen daar iets lekker willen drinken. En de realiteit bewijst, de praktijk bewijst, dat als je mensen zegt, hier is Coca-Cola, hier is ambachtelijke vlierbloesemlimonade, dat mensen meer en meer aan het kiezen zijn voor dat tweede. Wat dat heel goed nieuws is, en wat dat helemaal terecht is uiteraard. Want het een is iets dat je nauwelijks voeding kan noemen. Buiten suiker zit daar niet veel in. Het andere is, mits goed gemaakt, iets dat veel lekkerder is en ook veel meer ingrediënten bevat die er echt toe doen. Nu, de vraag is natuurlijk, van, daar wil ik toch even op ingaan, want daar krijgen we ook veel vragen over. Ja, maar ja, zo watertappen, en dat is dan gratis of zo. Ook de overheid, ook Aqua Flanders, de koepel van de waterorganisaties, vindt dan dikwijls van dat moet gratis zijn. Om de zoveel jaar komt er ook in het parlement iemand af met een idee, onze parlementaris juist weg, enfin, maar het is niet van groen geweest. Om zoveel jaar is er een progressieve politicus die zegt, gratis water op festivals, verplicht maken en zo van die dingen. Hè. Dat is een moeilijk debat, maar wat dat ons standpunt is, is dat je op zich voor een deftig, voor een beker of glas deftig geserveerd water een eerlijke prijs kan vragen. We doen dat voor een glas mineraalwater, waarom zouden we dat niet mogen voor een glas goed getapt, gekoeld, al of niet met bubbels bij, kraanwater. Hè. Want de vraag is natuurlijk, dan kunnen mensen zeggen, ja, maar dat kost toch bijna niks. Hè? Dat is waar, kraanwater kost bijna niks. En dan zeg ik, ja, dat is waar dat bijna niks kost, maar mineraalwater kost ook bijna niks. Hè? Ik denk dat wij op Boomtown, als we een goede deal hebben, een flesje Sofontein zullen kunnen kopen voor nog geen 20 cent, zal 10 cent zijn of zo. En ik vraag u daar 2 euro voor, 2,50 euro voor. En dat vind je eerlijk. Dat vind je wel eerlijk. En ik vraag je voor dat glas kraanwater 2 euro en dan zaagt je. Waar is de logica? Als we gaan kijken naar de prijsopbouw van ik ga iets drinken op een festival of in een café. Hè? Het bovenste blokje dat je ziet, dat rood blokje, is de aankoopprijs. Het totale ding is wat er eigenlijk in de prijs zit, in de verkoopprijs, naar de klant toe. Hè? Als we zeggen we verkopen een glas flessenwater, ik verkoop u een glas Spa of Chauffontein aan 2,30 euro. Maar een klein stukje daarvan, ik heb het net gezegd, is de aankoopprijs. Hè? En dat vind je dus normaal. En dat is ook op zich normaal. Het is niet oneerlijk, want de cafébaas of de horeca-uitbater heeft veel kosten. Die moet zijn gebouw huren, die moet dingen. Je betaalt eigenlijk niet, als je gaat iets in een café drinken, betaal je ook voor dat drankje, maar betaal je eigenlijk voor de rest. Betaal je voor, ik zit hier in een café, hier staat een verwarming aan, hier staat muziek op, ik moet saban betalen daarvoor. Hier is iemand aan het werken, ik moet dat afwassen, ik moet dat onderhouden enzovoort. Hè. Dus eigenlijk al die kosten, en ik moet ook een stuk aan de staat geven, hè, BTW en belastingen betalen, en ik zou graag ook nog een beetje winst hebben, want ik heb een inkomen nodig. Dat is eigenlijk hoe een drankje in een café wordt verkocht, en dat is helemaal oké. Okay. Als we gaan zeggen, oké, dat is waar, getapt drinkwater van een watertap, dat is een pak minder. Enfin, dat is berekend op basis van, de verhouding is zo wat ingeschat op basis van de prijs van drinkwater en de prijs en de kosten van uw watertap, want zo'n watertap kost wel wat geld voor zo'n deftig machine. Dan zegt je van, oké, dat is waar, ik kan voor iets minder dat verkopen en dat is eigenlijk even, dat is dezelfde logica. En op zich is het zo dat, als we gaan kijken naar die aankoopprijs, dan komen we eigenlijk nog tot een redelijk ongemakkelijke waarheid. Hè. De aankoopprijs van dat, dus we gaan even naar, in detail kijken, in detail naar dat bovenste blokje. Aankoopprijs van flessenwater, allee, de echte kost van flessenwater voor de cafébaas en de aankoopprijs van getapt drinkwater. Dat blokje in detail terug uitgesplitst. Hè. Flessenwater kost meer aan de cafébaas, dus dit is de inkoopprijs voor de cafébaas of voor de festivalorganisator. Flessenwater kost meer dan getapt drinkwater. Maar hoe komt dat? Dat komt niet door de kost van dat product. Want dat flessenwater, dat bronwater, Chauffontein, Spa, San Pellegrino, doet er niet toe, dat kost niks. Hè? Dat is een bron waar dat iemand een fles aan houdt. En dat loopt daarin en klaar. Dat kost niks. Dat komt uit de grond, dat is van de natuur of van de wereld. En dat komt daaruit. Daartegenover, het water van de leidingen, dat kost wel iets. Dat moet gecontroleerd, gezuiverd, gedaan enzovoort worden. Want water in België is een combinatie van grondwater, van gezuiverd water uit kanaal enzovoort. Dat is een combinatie. Dus eigenlijk, waarom is flessen water duurder? Niet omdat dat water duurder is,
Waarom als ze dat duizenden kilometers transporteren, omdat ze dat verpakken en omdat ze heel dure advertenties moeten maken om u te tonen, om u wijs te maken dat dat beter is. En daarom is dat duurder. Dus als u afvraagt, is het oké om geld te vragen voor kraanwater, dan moet u eigenlijk vooral ook afvragen, is het eigenlijk oké om zoveel geld te vragen voor flessenwater en wat betaal ik eigenlijk? Dat gebruiken wij dus om eigenlijk te zeggen van als advies aan uitbaters, aan festivalorganisatoren, evenementorganisatoren, je mag gerust voor een deftig geserveerd glas water geld vragen. En ons advies is 20-30% minder dan wat je zou vragen voor een frisdrank of flessen water. Dat is zo'n beetje de vorm. Maar natuurlijk zijn er is de context heel bepalend. Hè? Als jij morgen gaat eten in een restaurant en... als jij je hebt een koffiebar en je drinkt een espresso of een dure goed gemaakte cappuccino, dan krijg je daar misschien gratis water bij. Is dat mis? Nee, dat is helemaal oké, want je gaat daar zitten en je betaalt een cappuccino en je krijgt daar water bij. Dat is oké. Dat is hetzelfde als dat je in een restaurant gaat en zegt, mag ik nog wat brood hebben? Moeten we voor dat brood betalen? Nee. Ga dan morgen naar een bakker en je zegt, geef mij eens gratis brood. Het zal niet gaan. Dus ik wil zeggen, het is helemaal niet zo raar om daar contextgebonden mee om te gaan. Dat doen we met andere producten ook. En te zeggen, als ik u dat serveer aan een bar als een drankje, dan moet je dat betalen. Als ik u dat geef bij uw eten, is dat goedkoper of gratis of die dingen. Hè? Dus ons advies is van, vraag daar een eerlijke prijs voor in de juiste context. En ons advies is ook, doe toch niet wat dat sommige restaurants nu doen, om daar evenveel of zelfs meer als flessen water voor te gaan vragen. Hè? Er zijn dure restaurants waar je een fles getapt water krijgt, wat dat super is dat ze dat doen, maar waar ze dan 8 euro gaan vragen voor een liter, dat is natuurlijk erover. Hè? En wees eerlijk over wat dat product is. Hè? Wees eerlijk, zeg niet dat dat... je mag ook trouwens wettelijk niet zeggen dat leidingwater bronwater is of mineraalwater, hè? Want dat zijn beschermde... Dat is niet zomaar wat. Goed. We hebben daar ook nog bevragingen over gedaan bij publiek en zo. Zijn mensen te betalen voor dat water en zo? Dat is eigenlijk heel goed gelukt. Dat is positief. En de beste praktijktest is Boomtown, waar we al 3 jaar, als je water vraagt, standaard getapt glas water krijgt. En daar is de communicatie aan de togen eigenlijk heel eenvoudig. Als iemand zegt van, vroeger was hier zo'n fontein en nu moet ik bijna evenveel betalen voor een getapt glas water, dan zeggen we, ja, maar kort gezegd is dan het verhaal naar de klant, ja oké, maar we hebben hier een ganse installatie moeten zetten, we hebben gekeurde leidingen, want dat moet allemaal proper zijn, we hebben geen salmonella-verhaal enzovoort. We hebben gekeurde leidingen, plus dat water is ook niet gratis, maar als je het eerlijker vindt om een flesje chauffontein te hebben, terug voor 2,60 euro, zoals vroeger, dat hebben we ook nog. Hè. Zo, dat is hoe we daarmee omgaan. En vorig jaar hebben we 38 flessen chauffontein verkocht aan ons 40.000 bezoekers. Hè. Dus dat werkt, hè. Dus daar is eigenlijk geen enkel probleem mee, dus wees niet bang om daar op die manier mee om te gaan. Bier. Ja, ik heb het de hele tijd over water gehad, maar als we even kijken naar de dranken en de meest gebruikte dranken op evenementen, want bier wordt natuurlijk nog veel meer gebruikt. Ja, het belangrijkste ingrediënt van bier is ook water. Hè? Bier is hetzelfde verhaal in de zin, of het gedeeltelijk hetzelfde verhaal. Brouwers gebruiken ook massa's water om bier te maken. Trouwens, niet alleen het eindproduct, maar ook in hun procedé wordt er heel veel water gebruikt. Dat is ook een uitdaging voor brouwers om zo weinig mogelijk liter water te gebruiken per gebrouwen een liter bier. Bij duurzame brouwers is dat echt een aandachtspunt. Dus uiteraard, als we gaan zeggen van, ja, in dezelfde logica van dat waterverhaal, ja, bier komt niet uit de leiding en postmix bier met siroop maken, dat is voorlopig ook nog niet te doen. Ik vraag dan aan alle brouwers waar ik ga spreken, maar ze vinden dat een heel vieze vraag. En waarschijnlijk, dat is ook niet zo evident. Misschien is dat iets voor in de toekomst, dat is niet voor direct. Maar het is wel evident als je bij lokale brouwers gaat, en ik heb hier nu gewoon uit chauvinisme de mensen van Gent Brouwt, dat zijn de Gentse brouwers die zich zo wat verenigen. Er zijn, dat weten jullie ook, meer en meer overal lokale brouwers aan het werk. Als je bier gaat halen bij je lokale brouwer, scheelt dat weer zoveel camions. Hè. Als we allemaal bier gaan kopen in Leuven of in Haagd, dan scheelt dat ook heel veel. En dat is ook water dat getransporteerd wordt. Doe dan tenminste, koop dan tenminste bier bij je lokale brouwer, die daar dat watertransport... Tot bij die lokale brouwer is het water al gebeurd met leiding, hè, want die gebruikt ook leidingwater. Dus dat is de kortst mogelijke keten die we kunnen doen voor bier. En de doelstelling die we eigenlijk uit ons onderzoek hebben gedistilleerd en die eigenlijk nu ook de impactdoelstelling is geworden van onze nieuwe sociale onderneming die we hebben opgericht, is eigenlijk dat we zeggen, oké,
door kraanwater als drinkwater te gebruiken, door frisdrank op basis van siroop te maken en met kraanwater te mengen, en door bier van lokale brouwers te gebruiken, zouden we moeten kunnen het transport van water hoe het nu is in frisdrank en dingen, met 80% naar beneden kunnen halen en ook het transport van bier serieus kunnen naar beneden halen. Uiteraard zullen we zien hoeveel mensen we daar mee in meekrijgen, maar dat is eigenlijk onze doelstelling. Oké, ik ben ongeveer rond. Nog heel even twee dingen. De praktijk nu van waarom, de vraag van waarom gebeurt dat nu niet rapper? Hè? Want het is toch eigenlijk allemaal zo simpel. Wat zijn de problemen? Wat houdt ons tegen? Wat houdt ons tegen om dat direct te doen? En wat is er nodig om dat direct te kunnen doen? Waarom het niet gebeurt? Er zijn twee, er zijn heel veel redenen, maar er zijn twee heel grote redenen. Je mag niet onderschatten in grote evenementen de rol van een sponsor. Hè? Evenementen zijn commerciële ondernemingen. Zelfs als ze dat niet willen zijn, moeten ze, als dat niet de hoofddoelstelling is, ook een niet-commercieel evenement moet een bepaalde commerciële manier van denken hanteren. En je komt heel graag bij de situatie, dat is het eerste waar je aan denkt als je een fuif organiseert, gaat een brouwer dan sponsoren. Hè? Dat is iets dat ook ingebakken zit bij ons allemaal. En je mag niet onderschatten dat heel het ding van welk materiaal dat je gebruikt, welke verpakkingen dat je gebruikt en zo'n dingen, dat natuurlijk allemaal meekomt met die sponsor. Hè? We zijn dat zo gewoon, de brouwer gaat ons sponsoren, ik ga je ook gratis bekertjes geven, hier zijn ze uiteraard wegwerpbekers, en ik ga je ook mijn tap gratis geven en dit en dat en dat. En voordat je het weet, zijn er dus iets aan het doen dat je misschien niet wilt doen, enfin, dat zou het gewoon zijn. En voordat je het weet, is er dus iemand anders die in uw plaats gekozen heeft. Hè? Wat wil dat zeggen, in uw plaats gekozen? Bijvoorbeeld, als Coca-Cola je sponsort op nationaal niveau, ben je verplicht om petflesjes te gebruiken. Dat is zo, nog steeds. Hè? Dus, als je petflesjes ziet bij Werchter en bij Pukkelpop van Coca-Cola en van Chauffontein, want Chauffontein is eigendom van Coca-Cola, dan is dat niet omdat Pukkelpop dat kiest, maar dan is dat omdat Coca-Cola heeft gezegd dat moet. Maar dat is natuurlijk omdat Pukkelpop heeft gekozen, we gaan ons laten sponsoren. Hè? Dus de vraag is waar de eindbeslissing ligt, maar het is geen evident verhaal. En je mag niet onderschatten, dat gaat over zeer veel geld. En dat gaat over geld dat soms echt nodig is, of toch in het businessmodel hoe het nu is, nodig is. En dat gaat over... Over de keuzes die, iemand die, sommige organisatoren gaan zeggen, wil ik dat wel allemaal, maar dan kan ik kan die groep boeken als ik die sponsordeal teken, als ik die sponsoring kwijt ben, kan ik dan niet meer, en zo wordt daar natuurlijk over nagedacht. Dus dat is echt niet zo simpel. Dus eigenlijk is de vraag een beetje van, nu bepaalt de sponsor alles, hè. Hij maakt de drank, hij doet de transport, hij levert de hardware, hij bepaalt de verpakking, en de afval is dan voor de organisator, of voor de overheid dikwijls in de praktijk. En uiteraard, wat we met ons Boombaar-project beoogden, was om te zeggen van we gaan een onderneming of een netwerkorganisatie proberen oprichten die dat eigenlijk overneemt. En die zegt van al die andere dingen, we gaan daarin interveneren en maken dat een van de dingen die... We gaan maken dat ook lokale brouwers materiaal hebben om naar evenementen te kunnen gaan enzovoort. Hè, om die eigenlijk op die manier te gaan versterken. En afvalverwerking gaan we gewoon afschaffen, want we hebben geen afval meer, als we het goed doen. Tweede vraag is, waarom gebeurt dit niet? Tweede punt, organisatietraagheid. Daarmee bedoel ik, wat ik daarnet al gezegd heb, dat er soms gedacht wordt van, als ik dat afgeef, heb ik dat niet meer, en zo en zo en zo. En eigenlijk is mijn ervaring dat, dit gaat eigenlijk niet meer over duurzaamheid specifiek, of over drank specifiek. Dit gaat over, over organisatieleer en over organisatieverandering. Organisaties veranderen dikwijls traag. En de ervaring is dat bij het verduurzamen, en het maken van duurzame keuzes, in dit geval, in zo'n dossier, eigenlijk is het heel duidelijk, als de grote baas van een organisatie dan is gezeten, dan gebeurt het niet. Hè. Wat je nu ziet gebeuren, is bij grote evenementen, dat er festivals zijn die zeggen, we gaan een eco-verantwoordelijke aannemen, en iemand betalen zelf om daarmee bezig te zijn, maar dat eigenlijk weggeparkeerd wordt, we gaan daar iemand wat opzetten die dat wat doet, maar dat eigenlijk de grote baas daar niet echt achter staat. En zeker niet als het in de buurt komt van de... Zeker niet als het in de buurt komt van de sponsordeals, dan mag het al helemaal niet. Je mag van alles doen, maar van de sponsoring blijft af. Dus resultaten, er gebeurt gewoon niks. Hè. Voilà. En wat er nodig is om dat te doen, tijd en keuzes. Ik ga afronden. Wat er nodig is, ik denk dat de publieke opinie is wel duidelijk van, niemand vindt dit nog leuk om het idee van, word je vrijwilliger op ons festival, je mag afval komen sorteren. Kom, ik denk dat iedereen toch stilletjes aan door heeft dat zever is.
dat we leukere dingen te doen hebben. En het bewijst ook, dit is een foto van Deep in the Woods Festival, een paar uur nadat dat festival gedaan was. Dit is een foto van Hyperfest, een paar uur nadat het gedaan was. Het is aan het gebeuren. Hè. Dus het gaat over keuzes maken en er zijn meer en meer evenementen die dat doen en dat is goed. En het tweede, de overheid zou ook nog wat kunnen helpen. Gent doet dat bijvoorbeeld nu door dat reglement te maken. Dat is een enorme hulp voor de laatste twijfelaars of koppigaards over de streep te dwingen. En door regelgeving zouden ze dat, kan dat dus gebeuren. En uiteraard zou dat ook kunnen door nog wat fiscaliteit in orde te brengen. Momenteel is het zo, als je in een pizzeria een wegwerp flesje cola gaat kopen, dan is daar 6% btw op. Dus de uitbater betaalt daar 6% btw op. Als je bij mij op Boomtown in een herbruikbare beker iets komt drinken, is daar 21% btw op. Dat is natuurlijk waanzin. Ik word dus gestraft om, ik zou beter aan de frigo zetten mijn wegwerp en zeggen, kom het halen, dan is het afhalen, dan is het 6%. Enfin, dat is ook Europese btw-wetgeving, niet zo evident. Maar er zijn daar nog wel wat scheve dingen die zouden kunnen opgelost worden. Voilà, dat was het. Het laatste dat ik wou zeggen is eigenlijk gewoon van, kijk, ik weet, we zijn maar een festival en we maken de impact op dat festival. Dat is beperkt, maar het is heel belangrijk dat je daarover vertelt als je iets doet, dat je probeert andere mensen te besmetten. Want wij zijn natuurlijk een beetje naïef of een beetje wishful thinking bezig van, wij geloven ook, door op een festival en op een evenement te tonen hoe het beter kan, hopen we, denken we, dat mensen dat misschien thuis ook gaan doen en dan wordt de impact natuurlijk wel enorm. Hè. Als we iets zouden veranderen in hoe dat mensen dat thuis doen, ja, is het geen marginale impact meer, dan is het echt wel echt correct. Voilà, dat was het. Ik moet stoppen, want de tijd is.